Sliding is je laatste redmiddel om de bal van de tegenstander af te pakken. Een geslaagde sliding maken is voor verdedigers belangrijk en soms zelfs lekkerder dan een doelpunt maken. Maar tegelijkertijd kan een sliding je ook in de problemen brengen. En daarom is het belangrijk om de sliding goed aan te leren. We willen natuurlijk geen rode kaart, maar wel graag de bal. Kan jij ons helpen, Marisha? Ja, natuurlijk. Laten we beginnen. Kan jij jouw eerste perfecte sliding nog herinneren? Dat is best moeilijk. Ik denk dat die was in een interland op een best belangrijk moment. Het moment dat de tegenstander doorkwam. En toen kwam ik op het laatste moment nog aanzetten en zette ik de sliding in. En ja, daardoor hebben we die wedstrijd wel gewonnen. Dus dat was wel belangrijk. Is de sliding een belangrijke kwaliteit? Ik denk dat het wel belangrijk is, maar het is wel je laatste redmiddel. Maar het is altijd handig om te kunnen. We leggen de sliding uit aan de hand van 3 stappen. De timing, de inzet en het raken van de bal. Maar het begint met een goede timing. Het is belangrijk dat je natuurlijk de sliding op het juiste moment inzet. Dat je de bal raakt en niet de tegenstander. Want als je de tegenstander raakt, is het natuurlijk een overtreding. Dus het is wel belangrijk dat je hem precies op het goede moment inzet. Dat je of de bal verovert of dat je hem weg kan schieten. En ben je dan naast of achter je tegenstander? Kan allebei, maar ik denk wel dat het fijner is als je naast je tegenstander staat. En op welk moment kan je dan het best ingrijpen? Op het moment dat de tegenstander de bal iets verder voor zich uitspeelt, dan is het het goede moment om een sliding in te zetten. Dan heb je een stuk minder kans om de tegenstander te raken. Het is heel belangrijk om naar de bal te blijven kijken. Ja, en dat brengt ons dan bij stap 2. Je hebt de bal in het vizier en staat op het punt je sliding in te zetten. Maar waar moeten we dan op letten? Vertel, Marisha. Het is belangrijk dat je op het moment dat je hem inzet, zoals we net ook zeiden, dat je wel de bal gaat raken. Maar het is wel belangrijk dat je genoeg snelheid hebt. Als je niet genoeg snelheid hebt, dan blijf je haperen en dan ga je de bal natuurlijk niet veroveren. En dat is wel wat je wil. En met welk been glij je dan naar de bal? Dat hangt heel erg af van je voorkeursbeen. Het is net iets onder mijn knie. Ik heb dan, omdat ik linksbenig ben, dat ik mijn linkerbeen gestrekt heb. En mijn rechterbeen is gebogen. Dat is zodat ik goed door kan glijden. Dus het is iets onder mijn knie dat ik opsluit. Als je rechtsbenig bent, is het natuurlijk andersom. Dus je advies is? Doe het vooral met het been waar jij je heel erg goed bij voelt. Want dan ga je de beste sliding inzetten. En je armen, moet je daar nog op letten? Jazeker. Als je je armen natuurlijk heel wild om je heen hebt, dan is de kans heel groot dat je of een penalty of een vrije trap tegen krijgt. En dat wil je natuurlijk niet. Dus het is wel belangrijk dat je je armen dicht op je lichaam houdt. En als je dan eenmaal lekker over het gras glijdt, komt het moment om de bal af te pakken. En dat brengt ons bij de laatste stap. Maar eerst even een paar perfecte en iets minder perfecte slidings op een rijtje. Ja, zo'n keiharde zaag hoort natuurlijk niet thuis op het voetbalveld. Dus in plaats van benen wil je de bal raken. Dat brengt ons bij stap 3. Vertel. Dat je inderdaad de bal raakt. Dat heeft alles te maken met waar we het hiervoor over hadden. De timing en de snelheid. Maar het is wel belangrijk dat je echt goed naar de bal blijft kijken. Zodat je ook die bal gaat raken. En het is het allerfijnste als je met de bal weg kan dribbelen. Maar uiteindelijk moet je de bal gewoon veroveren. Dus wegschieten kan ook altijd. En wat is dan het beste punt om de bal te raken? Het is het beste als de tegenstander zo op je af komt dribbelen om hem dan aan de achterkant te raken. Dus dat je er zo voor kan komen, dan is de kans het grootst dat je hem daarna weer mee kan nemen. Misschien lukt het je al om op die manier de bal te veroveren en het spel voor te zetten. Maar de bal keihard wegschoppen, dat is natuurlijk ook goed. Zolang je tegenstander de bal maar kwijt is. Marisha, als je dit thuis wil oefenen, heb je dan nog wat advies? Ja, ik denk dat het zeker belangrijk is dat je gewoon goed blijft oefenen. En dat je dit wel op de juiste ondergrond doet, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je helemaal open ligt en dat je daardoor geblesseerd gaat raken. En als je het thuis oefent en je hebt bijvoorbeeld een grasveld, dan kan je de bal ergens tegenaan schieten en dan op het juiste moment de sliding inzetten. Zodat je uiteindelijk in wedstrijden of op trainingen de ultieme sliding kan uitoefenen.